Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag de koekjes van koningin Maxima maken. Ze heeft een recept daarvan online geplaatst op haar Instagram pagina. Ik zal ook wel het linkje in de beschrijving zetten, om haar natuurlijk alle credits te geven. Maar goed, ik was dus wel heel erg benieuwd naar de koekjes. Dus vandaar dat ik besloot om ze te maken. En ik dacht, het is ook misschien nog wel leuk om dat met jullie te delen. Van, ja, het lijkt me ook misschien is het wel leuk om te kijken van, hoe gaat dat in zijn werk? En misschien dat ik gaandeweg nog wel wat tips voor jullie heb. Van, als jullie ze nog zelf willen maken en of het om het bakproces wat makkelijker te maken. Voordat we gaan beginnen wil ik nog één ding zeggen. En dat is alleen wel leuk om op mijn kanaal misschien een serie te beginnen. Waarin ik meer van dit soort koninklijke recepten ga uitproberen. Want er zijn meer koningshuizen die recepten online plaatsen. Zo hebben het Britse Koningshuis onlangs ook een recept online geplaatst voor cupcakes. En ik dacht misschien is het wel leuk om dat ook uit te proberen. Dus bij deze is dit de eerste aflevering van deze nieuwe serie. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, dan gaan we nu echt beginnen. Nou, dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt. Je hebt in ieder geval eierdooiers nodig, bakpoeder, baking soda, roomboter en gecondenseerde melk. En verder nog suiker, maïzena en bloem. En ook nog geraspte kokos en een citroen. En ook nog een vanillestokje. In het originele recept van Maxima staat ook dat je een theelepeltje cognac nodig hebt. En nou ja, ik heb dat achterwege gelaten omdat ik het zelf zonde vond om een hele fles cognac te kopen voor dat ene theelepeltje. Omdat ik verder geen cognac drink. Dus ja, nogmaals, ik heb het achterwege gelaten. Maar weet je, als je dat wel graag wil kopen of je hebt het nog in huis, dan zou ik het zeker gebruiken. Maar ik heb het ook niet gemist verder. Nou, ik begin met het maken van de vulling. En dat is de dolce de leche, de gezoete melk. En hiervoor heb je een grote pan nodig. Vul deze met water. En doe daar een blikje gecondenseerde melk in. En doe dan het vuur aan en druk de deksel erop. En vervolgens moet je het laten koken. En als het aan het koken is, dan moet je het vervolgens nog zo'n 2,5 uur tot 3 uur zachtjes laten koken. Dus zet het vuur vooral lager. En dan wordt vanzelf een soort van karamelpasta. Ik vind het heel bijzonder, maar het werkt echt en het is best wel lekker. Het is heel lekker eigenlijk. Nou, als de dolce de leche bijna klaar is, ga ik verder met het maken van deeg voor de koekjes. En doe hiervoor de droge ingrediënten in een kom. De droge ingrediënten zijn bloem, maïzena, bakpoeder, baking soda en suiker. En meng dat door elkaar. En rasp ook een schil van een citroen erboven. En was de citroen natuurlijk eerst wel eventjes voordat je hem gaat raspen. En meng dat er ook doorheen. Het is eigenlijk een beetje een te kleine kom die ik hier gebruik. Maar vooruit, ik ga straks ook verder op het aanrecht met het kneden van deeg. Dus nou ja, voor nu kan het wel even. Nou, als de droge ingrediënten door elkaar zijn gemengd, waaronder trouwens ook het vanillestokje, dan kan de roomboter erbij. En ja, kneed dat een beetje door de droge ingrediënten heen. En je zult zien dat het een soort van kruimeldeeg idee wordt. Vervolgens moet je eigenlijk de cognac er doorheen doen. Maar nogmaals, die heb ik niet gebruikt. Dus in plaats van een theelepel cognac gebruik ik een eetlepel citroensap. Zonder pitjes uiteraard. En dat heb ik er doorheen gedaan. Vervolgens moeten ook de eierdooiers erbij. En dit alles moet je een beetje met elkaar mengen. Ik heb het eerst even met een lepel gedaan. En vervolgens ben ik verder gegaan met mijn handen. En eigenlijk is de bedoeling dat je net zo lang kneedt totdat je een mooi, stevig, compact
deeg hebt. Een mooie stevige compacte deegbal hebt gemaakt. En je zult zien dat het is best wel een beetje kruimelerig. Dus ja, ik heb tussendoor nog wat extra citroensap toegevoegd. Het stond ook in het recept dat als het een beetje uit elkaar zou vallen, dat je er dan nog wat citroensap aan moest toevoegen. Dus dat heb ik gaandeweg gedaan. En eigenlijk net zo lang totdat mijn deeg er ongeveer zo uitzag. Zoals ik er nu een beetje in duw. Zo was het goed eigenlijk. En vervolgens moet je er een bal van maken. En dan moet hij een uur rusten in de koelkast. Nou, als de dolce de leche 3 uur zachtjes heeft gekookt, dan kan hij van het vuur. En dat doe je eigenlijk gewoon door de pan van het vuur te halen, uiteraard. Maar vervolgens eerst eventjes af te laten koelen. Want het is natuurlijk heel erg heet. Dus het is wel zaak om, het zou zijn een uurtje eventjes af te laten koelen voordat je hem openmaakt. Ik heb trouwens toen het water begon te koken, toen liet ook dat papiertje los. Toen heb ik dat papiertje er natuurlijk ook uitgehaald. Dat is wel zo, ja. Nou, en dan is het moment van de waarheid om te kijken of het is gelukt. En het is gelukt, dus dat is heel erg mooi. En ik heb wel een wat stevigere dolce de leche. Dus als je een wat minder stevige variant wil hebben, dan moet je hem minder lang laten koken. Maar deze was erg lekker. Nou, als de deeg een uurtje heeft gerust, dan moet je er een plak van maken. Volgens het recept moest die plak zo'n 5 tot 7 millimeter zijn. Ik heb het een beetje op gevoel gedaan, dus ik heb dat gewoon dun uitgerold. En ik merkte wel dat het deeg een beetje breekbaar was. Dus ik heb er gewoon wat bloem op het aanrecht zo gestrooid. Vervolgens heb ik een plak gerold en heb ik die plak weer omgedraaid. En dan heb ik hem nog een keer uitgerold. Op die manier kon ik een beetje voorkomen dat hij zou breken. Nou, vervolgens heb ik er rondjes uitgestoken met een klein vormpje van ongeveer 4 centimeter in diameter. Nou, vervolgens kun je de oven voorverwarmen op 160 graden. En volgens het recept moet ze 10 tot 12 minuten bakken totdat ze een heel klein beetje bruin worden. Absoluut niet te bruin, want dan zouden ze uit elkaar vallen en dat is niet wat we willen natuurlijk. Maar ik heb gemerkt dat mijn koekjes 15 minuutjes moesten bakken, maar ik kan ook liggen aan mijn oven. Dus ik zou zelf een beetje in de gaten houden dat ze een heel klein kleurtje krijgen, maar niet te bruin worden. En volgens heb ik ze ook, zoals het recept zei, helemaal laten afkoelen en dan worden het eigenlijk hele lekkere koekjes. Ik zou ze ook echt gewoon zo kunnen opeten. Nou, vervolgens moet je de dolce de leche, de vulling erop doen. En ik heb dat zo met een lepel gedaan. Ik heb het zo'n beetje opgeschraapt als een soort van pasta. Zo'n beetje op verspreid. En vervolgens moet je dat andere koekje er zo op doen. En dan met een klein lepeltje, echt een inimini lepeltje, heb ik vervolgens de randjes ook nog met dolce de leche bestreken. Als een soort van cement of zo. Zoals een soort van metselaar. Maar dat is straks voor de kokos. Want dan blijft de kokos ook mooi plakken. Nog een tip is trouwens wel: zorg ervoor dat je koekjes niet te dik zijn. Dus dat je het deeg goed hebt uitgerold. Omdat anders, als ze te dik zijn, dan breken ze best wel snel. Tenminste, dat is wat ik heb gemerkt. Dat de wat dikke koekjes, die konden nog wel eens breken. Dus dat is natuurlijk niet wat je wil. Ik heb gemerkt dat je wel erg veel deeg hebt en dus erg veel koekjes kunt maken. Dit was denk ik 1/4 van het aantal koekjes dat ik van dat deeg kon maken. Mijn tip is dan ook halveer de ingrediënten als je niet zo veel koekjes wil maken.
Nou ja, als de randjes goed zijn bestreken met de vulling van Dolce di Leche, dan kun je hem door de geraspte kokos halen en bedek ze dan goed. Nou, de koekjes zijn klaar, dus dan is het tijd om ze te gaan proeven. En ja, ik ben eigenlijk wel erg benieuwd. Ik heb ze nog helemaal niet geproefd. Ik heb alleen zo'n maïzena koekje geproefd en nou ja, die vond ik wel al heel erg lekker. Maar ik heb nog niet zo'n compleet koekje geproefd, zeg maar. Dus here we go. Wacht, ik zal hem nog even van dichtbij laten zien. Wow, is echt super lekker. Heel eerlijk gezegd, dat had ik niet verwacht eigenlijk. Omdat die vulling, zeg maar. Ik had er mijn twijfels bij, want ik had er al wel wat van geproefd. Maar ik vond het mooi mooi. En de maïzena koekjes vond ik ook wel lekker. Maar op een bepaalde manier, die combinatie is echt super lekker. Het lijkt wel alsof alsof die koekjes ook een beetje die vulling absorberen of zo. Het is in ieder geval. De smaak is echt heel erg lekker. Wauw. Nou, ik zou zeggen, probeer het recept zeker uit. Het is echt heel geslaagd. Dus voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie in ieder geval. Ik denk dat er zaterdag nog een extra video aankomt. Dan tot zaterdag.